Ja, maken. Alles gok een tekening. Hij kijkt twee mensen. Alles sites die ik leuk vind. Dat doe, ben ik mag ik verder van het beeld af, dan kan je het beter zien. Nee, maar dat is cool. Oké, okay, wat is dat? Een logo van sites die ik leuk vind. GGG. Roblox. Oh ja, dat is dat spel, hè. Team up. Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het tekenen wat ik eigenlijk al een soort van als coderen kan. Wat kan je daarmee? Ik heb het zelf ook een keer op mijn eigen laptop gedaan. En dit heb ik een prank, het is een soort van virusprank. Dus je hebt virus gemaakt? Een nep virus. Want dus ik liet mijn ouders schrikken, want ik open het programmaatje. Het is namelijk een nep programma en als je het opent krijg je meldingen. En die kan je dus zelf aanpassen hoe je wil. En het leek alsof ik een virus had. Alleen te zitten op het einde van. Het was allemaal nep. Dus je maakt een nepvirus? Ja. Cool. Ja, drie personen kijken. Wie kijkt? Ik kijk drie personen. Wow. Oh, hi. Ik doe even nu niet zo raar. Dat vind ik een beetje eng. Je mag wel even naar Chantal lopen. Kijk maar eens even naar het interview. En je zou, wat zei je ook weer, hondentrainer of hondenfluisteraar willen worden? Ja, een mix daarvan. Hoe ben je zo, daar zo bij gekomen dan? Nou, bijna iedereen in mijn familie, behalve mijn ouders, hebben een hond. Oké. Gewoon mag ik af en toe daarmee lopen en dat vind ik wel heel leuk. Ik heb ook een keer gehad, toen was ik gewoon, ik ben bijna op weg door een andere hond. En toen was ik bij de bibs. Om dan te weten wat hij vindt en of hij je echt wil troosten en dat soort dingen en zo, ja. Oké, en want hoeveelste jaar is het dat je nu bij Kids College? Tweede jaar. En hoe ben je er ooit bij gekomen om hier naartoe te gaan? Nou, zij is mijn nichtje. Ja? Ja. En ik wil een rifstaan. Wow, een beker. Ja, mooi hè. Zoals je nee. Wat is dat? Iets. Mooi, hè? Ja, zeg ze wat het is. Ze kijken vier mensen, wat is dat? Iets moois. Oh. Het wordt iets moois. Een paard. En hoe ver ben je nu al? Hier. Oh. Wow. Wat voor YouTubers ken je niet dan? Of wel, überhaupt? Hoe ver ben je al met je virus? Redelijk ver. Nou ja, redelijk ver. En waar zet je dat op dan? Nou, dit is dus eigenlijk... ik laat dus zien wat eigenlijk de programmeertaal is. Hiermee. En hoe je moet opslaan. En waar zet je dat dan op? Zet je dat op je computer, nee, kijk, in een bestandje of ja, op een USB? Ja, in een bestandje. Dan kan je dan intypen bijvoorbeeld op een kladblok of... Notepad++, en dat is dus een programma wat het beter maakt. En dan moet je het opslaan als een .bat programma, als een .bat bestand. en dan dit betekent, dan komt er dus, als je het opent, komen die meldingen. En er zijn ook verschillende knopjes die je dan kan klikken. Ook al maakt het niet veel uit waarop je klikt, want het gaat toch gewoon naar de volgende. Oh, dus het is een soort van pop-up. Ja, zoiets. Ik ben een beetje klaar met veel omgekeerd.